daar ken ik jou nog wel van, hoor. Thank you.
Daar is ze. Oké. Dat is mijn. Heb jij het? Ik bijvoorbeeld als hoogschool of wat beter betalen. En dat kan best wel zo zijn. Het kan best wel zo zijn dat dat in de werkelijkheid voorkomt. En misschien moeten sommige ziektekostenverzekeraars dat dan ook weten voor zichzelf. Maar eigenlijk is het bekend maken van zo'n tamelijk egoïstische gedachte, vind ik het ondergaven van solidariteitsgedachten die toch bij ons aan ligt, aan dat soort zaken als ziekenfonds en andere onderlinge verzekeringen. Maar dit soort berichten, dat is eigenlijk vanuit een soort van economische gedachte, komt steeds vaker voor. En het lijkt alsof daar ook mijn denken over solidariteit wordt aangetast. Ik zou het fijn vinden, eigenlijk de hele groep, dat is ook mijn derde gedachte, mijn tweede derde gedachte. Hij wordt niet onderzocht waarom het anders is, nee, want het was vast. En als je terugkijkt naar de tijd waaruit wij komen, solidariteit, dan was het voor mij althans helder en duidelijk. Je had de arbeiders en je had de kapitalisten. Nou, hoe het nu met de dollartekens, die waren fout, de arbeiders waren goed. Wij waren solidair met de arbeiders. En toen ik met de film De Enke maakte, ik zag hem net vanuit weet ik veel een paar keer voorbij komt. Dat toen die film maakte, toen die film klaar was, dan gingen we mee het land in als Griekse filmers. En ik had echt het idee, dat meen ik toen serieus, want als die mensen die film hebben gezien, nou breekt de revolutie uit in Nederland. Nou, er gebeurde helemaal niks. Die film werd gedraaid, werd overgesproken en iedereen ging gewoon weer aan de gang. Maar dat is hetzelfde. Ik denk, één film moet dat toch kunnen, nou dat gebeurde niet. Een film moet dat kunnen, dat was echt de illusie. Maar uiteindelijk heeft het dus, ik mag niet hardop zeggen, niet zo verschrikkelijk veel opgeleverd. Ik herinner me nog de grote demonstratie tegen de kruisraket in Amsterdam op het museumplein. En daar toen een film over gemaakt. Vanaf dat moment ben ik het geloof in de parlementaire democratie volledig kwijtgeraakt. Want er stonden namelijk verschrikkelijk veel mensen die vervolgens in een heel land vertegenwoordigden, waren allemaal tegen en Lubbers deed dit en ging gewoon door. Denk nou, daar hebben wij dan op gestemd. Het heeft helemaal geen zin. Ik weet niet of het thema is van solidariteit. Nee, maar of het nou deze partij was, of deze regering was precies hetzelfde. Ik heb altijd blijven stemmen. Zou ik haar zeggen? Anja Hop en Joost Scholen, ja, ken. Ja, ik ben eerst van Peter. Ja, ik heb heel lang bewaard. Ik heb Ik ben hier. 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 Ik ben hier.
Ja, oké. Okay.